Bondsbesturen zijn niet te spreken over de houding van de regering. Het besluit om de herwaardering volledig uit te betalen aan het eind van deze maand heeft de woede bij de leerkrachten niet kunnen verminderen. De onderwijsgevenden eisen dat de uitbetaling binnen een week plaatsvindt. Daarnaast geven de leden aan dat ze worden ondermijnd door de overheid, omdat er nog steeds niet is gereageerd op een brief die de bonden gisteren hebben verstuurd naar minister Robert Pneu van Onderwijs. De onderwijsbonden vinden het ook vreemd dat de fals wordt voorgetrokken door de regering. Valies benadrukte na de ALV dat de situatie zo zal blijven totdat de regering een correcte houding aanneemt ten opzichte van de BVL en de ALS. Als de regering in staat was om die volledige herwaardering te financieren, waarom hebben ze niet met de ALS en de BVL die onderhandelingen daar en daar naartoe geleid? Waarom hebben ze dat niet gedaan? Dat is voor ons duidelijk. Dat ze partijdig bezig zijn en een duidelijke strategie hebben naar onze organisatie toe. En wij gaan de confrontatie niet uit de weg. De leraren hebben aangegeven, ze gaan tot het uiterste. Ik zal daarover nog niet alles zeggen wat we daarmee bedoelen. Maar als de overheid confrontatie wil, dan gaat die confrontatie komen. Valies zegt dat leerkrachten in het binnenland ook massaal in actie zijn. Vice-president Ashwin Adin is verontwaardigd dat de BVL en de ALS niet akkoord gaan met het voorstel van de regering. Tijdens een gisteren gehouden persconferentie zei hij dat de eis van de ontevreden onderwijsbonden onmogelijk te realiseren is. We zijn hard aan de slag gegaan vanaf het moment dat wij toen met de FALS een afspraak hadden voor juni. Met pijn en moeite hebben we gekeken of we het proces kunnen versnellen naar mee. En we hebben met pijn en moeite kunnen krijgen waar we extra middelen kunnen halen. Als de leerkrachten, en ik herhaal ook wat ik vorige week heb gezegd. Als de leerkrachten dit signaal begrijpen, goed begrijpen. Dan kun je toch het niet over je hart heen halen dat je nu nog een andere reden gaat opwerpen. De kinderen verliezen straks het schooljaar als je op deze wijze verder gaat. We hebben het niet over alle leerkrachten, natuurlijk veel scholen draaien ook. Maar wij kunnen geen één kind zien dat achterblijft in zijn of haar studie. Dus we vragen de leerkrachten, nu hebt u uw volledige herwaardering. Administratief is het slechts mogelijk dat je eind van de maand ontvangt. Het is nergens voorgekomen dat we plotseling in plaats van eind van de maand eerste week van een maand betalen. Dat is toch logisch? Dus doet u uw werk, zodat wij ons werk ook kunnen doen. En dat het kind ook haar studie, zijn of haar studie, gewoon in rust kan vervolgen en de gezinnen weer in zekerheid gewoon verder kunnen gaan. Dat is wat we vragen. Dat was vicepresident Ashwin Adin gisteren tijdens een persconferentie op zijn kabinet.